Ja, de kinderen krijgen vandaag een rondleiding hier bij de politie in Kuik. Maar waarom krijgen ze nou juist hier een rondleiding? Nou, zij worden beloond. Hè. Wij organiseren evenementen om de kinderen te belonen. Dit jaar hebben we een thema helden ontmoeten helden. De kinderen zijn natuurlijk helden omdat ze hun eigen buurt schoonhouden van de gemeente Kuik. En de politie zijn natuurlijk op hun manier helden. En vandaar dat ze de politie ook eens in het zonnetje gezet hebben en mogen wij langskomen. En dat zijn we vandaag. Jij bent lid van de beestenbende, maar wat doet de beestenbende nou precies? Die ruimt allemaal spullen op voor de dieren, dat ze niet ziek worden. En waarom is dat belangrijk? Dat is niet leuk als de dieren ziek worden. En hoe vaak moet jij dan opruimen? Eén maand of twee. Een hele maand of één keer in de maand? Eén keer. Ja. En hoe oud moet je zijn om lid te zijn van de beestenbende? 6 of 7. En is dat ook tot een bepaalde leeftijd? Dus mag je, hoe oud dan? 6 of 7 of 8 of 9 of 10. Oké. Okay. En hoe oud ben jij? 6. Dus jij bent net begonnen? Ja. En vind je het leuk? Ja. En dat opruimen, dat vind je ook niet vervelend? Nee. En vandaag bij de politie, vind je dat spannend? Ja. Dat heb je al allemaal gezien? Een motor en niks meer. Op dit moment hebben we de politie bereid gevonden en we zullen zeer zeker ook een keer de brandweer aandoen. En dat vinden de kinderen natuurlijk ook heel spannend om dat eens van dichtbij mee te maken. Dus de brandweer komt ook een keer aan de beurt. Ja hoor, die bellen we ook. Wat krijgen ze vandaag hier nou allemaal te zien? Nou, ik denk dat voor kinderen, natuurlijk kennen ze de politie, maar nooit van zo dichtbij. Hè? En zoals je net ook al merkte, inbrekers en boeven, daar zijn ze heel erg mee bezig. Dus hoe spannend is het niet dat we van de gastvrijheid van de politie in Kuik gebruik mogen maken om die kinderen eens binnenshuis alles te laten zien. Waarom is jouw kind lid van de beestenbende? Omdat ik het goed vind dat ze al beseffen dat rotzooi niet zomaar moet worden weggegooid. En dat ze er aandacht voor hebben dat het netjes moet worden opgeruimd. En door mee te helpen met de beestenbende zien ze op een hele leuke manier wat er allemaal aan vuil langs de kant van de weg ligt. En wat ze daar zelf aan kunnen doen. Ja, ze hebben er ook nog plezier aan dus eigenlijk. Ja, ze vinden het super leuk om te doen. En zeker ook met dit soort extraatjes, ze maken het alleen maar leuker. Maar gewoon het opruimen zelf, daar hebben ze al heel veel lol in. Dus dat is al leuk om te zien. Ja, ja. Met vriendjes en vriendinnetjes samen eigenlijk. Ja, ze hebben nu, mijn oudste dochter is sinds dit jaar gestopt. Die heeft 3 jaar gedaan en nu is de jongste begonnen. Net eerste jaar. En ze maken elkaar enthousiast. En ze doen met een clubje van 6 vriendinnen. Dat is super leuk. Ja.